Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kom Vissen Dan. Vandaag ga ik het hebben over de 5 mooiste corridorissen. We weten allemaal dat de corridorissen echt de vrienden van je aquarium zijn. Ze doen goed werk, super lief beestjes, vreedzaam. Iedereen moet eigenlijk wel een corridorensoort in zijn aquarium hebben. En ik heb eigenlijk een top 5 gemaakt met alle mooiste. De nummer 1 is de panda corridoras. Dat is echt verreweg mijn favoriet. Het is een vrij klein blijvende soort, zo'n 2 à 3 centimeter. Echte groepsdier, ik heb ze zelf ook zwemmen. Er mogen er alleen nog wel veel meer in bij mij. Er zitten er nu voor mij 5 of 6 in. Maar voor het mooie is het echt een schootje van 20 of 30 corridorissen. Dat is echt heel tof om te zien. Want hoe meer, hoe echter ze worden en hoe groter de groep. Ik vind het echt de mooiste soort, omdat ze worden niet heel groot. Ze hebben een mooie streep over hun oog. Mooi licht lichaampje. Ja, het is echt een vis. Het is echt mijn favoriete corridoras. De nummer 1, de panda corridoras. Dan gaan we door naar de nummer 2. De nummer 2 is de corridoras sterrenbij. Ik weet eigenlijk niet helemaal of je het goed zegt. Maar de sterrenbij is een gestipte corridoras. Zoals je ziet in het filmpje. Met 2, ja, het kan. Fel oranje. Kielvinnen zijn het. Ik weet eigenlijk niet eens hoe die stekels aan de zijkant heten. Dus als iemand het weet, laat me even weten in de comments. Ik weet wel dat ze die ook gebruiken als afweermechanisme. Daarmee kunnen ze ook vast komen te zitten in je netje. Dus pas ermee op. Gebruik niet te grove netjes of te fijne netjes dat er vast in blijft zitten. Maar de corridoras sterrenbij is echt een hele mooie vis om te zien. Wordt wel iets groter dan de panda corridoras. Maar niet zo heel groot als de aneus. Dus echt zeg maar de opper corridoras. Maar de sterrenbij, ja, ik vind het een pareltje om te hebben. Ik hou niet heel erg van een gemixte bak met corridoras. Maar ik wil misschien nog wel deze halen. Om naast mijn panda corridoras te houden. Maar goed, de nummer 2. De sterrenbij. Dan gaan we door naar nummer 3. Zoals ik net al zei, oranje is wel een beetje mijn favoriet. Want de sterrenbij heeft ook oranje vingertjes. De corridoras Venezuela heeft deze ook. Hij heeft niet oranje vingertjes, maar hij heeft een oranje lichaam. En ja, ik heb ze 1 keertje gezien in een aquarium speciaalzaak. Ergens in Brabant was dat volgens mij. Maar bij Breda, ergens in de buurt. Echt al heel lang geleden. Ik had ze toch wel gelijk moeten kopen, niet twijfelen. Want ik heb ze daarna hier in de buurt nooit meer gezien. Maar het is echt een hele mooie vis om naar te kijken. Worden ook niet heel groot. Maar echt tof om te zien. En oranje, dat is een kleur die niet veel in aquariums voorkomt. Nu is het niet natuurlijk knaloranje, maar het is een beetje bruin, brons oranje. Maar toch een toffe kleur om te hebben in je aquarium. Dus vandaar dat hij echt in mijn top 5 staat. En dan gaan we door naar de Corridoras Peru Strijk. Deze komt wel wat meer voor, is wel wat duurder. Ik denk niet dat ik hem zelf ga halen ooit eens. Maar als je een bak met tetra's hebt of zo, zwarte tetra's. Denk ik echt dat ze heel tof staan. Het is echt, de naam zegt het al, er zit een streep op de bovenlijfje. Ze zijn ook wat langer gerekt dan de sterrenbij of de panda. Ze worden ook wel wat groter, dus voor mij staan ze ook wat dichter bij de. Volgens mij zijn ze iets minder doorgekweekt, maar echt een mooie vis. Ze zijn wel wat duurder dan de panda corridoras. Nu vind ik eigenlijk over het algemeen de meeste corridoras wel vrij prijzig. Aangezien er zoveel altijd in bakken zitten, maar het is namelijk zeg, iedereen wil ze. En het zijn de maaiers in je aquarium, dus ze zijn ook elke euro echt waard om te hebben. Maar de nummer 4, de Corridoras Peru Strijk. En dan gaan we door naar de meest mooie. En deze heb ik dus nog niet gehad. Maar ik denk dat wanneer je een witte bodem hebt, deze vis fantastisch gaat zijn. Dat is namelijk de Corridoras Venezuela Zwart. Ik heb ze gezien op YouTube filmpjes. Ik ben niet zo'n voorstander van zwart. Als vis zijnde, want die zie je eigenlijk vaak heel moeilijk. Maar ik denk serieus dat als je een bak met
discusvissen hebt waar je vaak een lichte bodem ziet en je gebruikt dan deze Corydoras venezuela zwart, dat het echt hele mooie vissen zijn en echt een pareltje voor in je bak. Ze worden, ja, net zoals de Venezuela strijp, goldstrijp, worden ze wel wat langer. De Peru strijp, excuus, worden ze wel wat langer. Maar ja, echt een hele mooie vis om te zien. De Corydoras venezuela zwart. Ja, dit was eigenlijk mijn top 5 Corydorissen. Mocht je zelf nog een Corydoras soort hebben waarvan je echt zegt van Jasper, dat is echt mijn favoriet, laat me even weten in de comments. Misschien moet je via Instagram een fotootje sturen, lijkt me super tof. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Joe!